vandaag... Goedemiddag al trouwens. Ja. Het is vandaag dinsdag. Mama is gezellig bij mij. En het is een super zonnige dag. Het is gewoon nog weer 32 graden. Op Prinsjesdag. Prinsjesdag is het vandaag. Derde dinsdag van september. Dat was het vandaag gedacht. Ja. Oh, echte juffrouw mama. Ja. En wij gaan zo meteen gezellig samen naar de kapper. En we gaan eerst nog heel even lekker een shakeje eten. Heb je zin in deze vlog? Doe dan vast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wensen wij jullie heel veel plezier. Shakeje in de zon. Met banaan, aardbeien, amandel. Nee, geen amandelmelk. Kokosmelk. Kokosmelk, ja. Lekker. Ja, en lijnzaad. We zijn aangekomen bij Haar en Zo bij Bo. Een afspraakje. Ik ben weer gezellig in de salon bij Bo. Bij Haar en Zo bij Bo. Wat gaan we vandaag doen, Bo? Nou, vandaag gaan we jouw haar weer even lekker opfrissen. De vorige keer hebben we heel mooi die babylijntjes gezet. Die zitten er eigenlijk nog super mooi in. Ja. Hè, de kleur, de basis is echt super mooi. Maar wat we even gaan doen is, door middel van een toner gaan we je haar weer even lekker opfrissen. En als ik een toner op het haar zet, dat is een soort spoeling of een verf. Dat maakt eigenlijk niet uit wat, hè, waarmee we het doen. De benaming heet toner. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat we het haar wat nu zo licht en weer een beetje warmer is geworden, gaan we weer een beetje inkleren. Waardoor het weer wat koeler wordt en wat meer gaat sprankelen weer. En super we gaan leuk. Natuurlijk ook een mooie verlenging in. Toner. Ja, heel erg veel zin in. Daarover later weer. We gaan even lekker beginnen met de toner. Lekker de toner nu aan het opzetten. Nu gaat het al lichtjes wat doen en magic gebeuren hier. Nou, bij Lieke hebben we nu een mooie kleur gemaakt. Even lekker opgefrist. Je ziet al meteen dat hij toch wat zachter oogt, hè? Ja, en meteen toch al een verschil. Ja. Ja, zeker. Dus de clip-ins gaan we zo in je haar zetten en daar ga ik zoiets over vertellen. Leuk, ben benieuwd. Lieke gaan we zo dadelijk een hele mooie verlenging maken. Verlenging, maar ook volume, dus dat ze wat meer haar heeft. En het mooie is ook met de clip-ins dat je zelf kan kiezen wanneer je het indoet en wanneer je het er weer uithaalt. Dus je kunt bijvoorbeeld als je denkt van nou, 's morgens ik wil een wat dikker haar, wat voller. Doe je het 's morgens weer erin. Als je 's avonds lekker thuis komt en je wil op de bank neerploffen, dan doe je het er weer lekker uit. En dat betekent dus ook dat het absoluut niet schadelijk is voor je haar. En niet wordt het effect wat je dus hebt als je bijvoorbeeld de extensions hebt die met waxjes in het haar gemaakt worden. Dat kan best wel schadelijk zijn en dat heb je dus absoluut niet. Het haar is echt. Dus je kunt het krullen, stijlen, alles kan je ermee doen. We hebben verschillende kleuren en dit is nog onbewerkt haar. Dus heel veel hiervan is zeg maar basis. Dus het kan soms net wat warmer zijn of iets. Dus maken we altijd helemaal op maat in de kleur die jouw haar is. Dit zijn dus de clips die ik bij Lieke dus erin ga zetten. Zoals ik al vertelde zijn ze van echt haar. Ze lijken nu heel donker op de camera, maar dat ga je straks zien dat heel erg meevalt. Dit zijn de clips. Je clip je dus open en je bevestigt ze aan je eigen haar en dan clip je ze weer dicht. In het vorige filmpje toen Lieke hier bij ons was, de vorige keer, kon je zien dat mijn eigen haar een stuk korter was. En toen had ik dus mijn clips niet in. En dat heb ik dus extra gedaan om jullie vandaag dus te kunnen laten zien dat het ook een stuk langer kan zijn en dan met clip-ins. Zo kan je ook heel vaak wisselen van look en kan je doen waar jij zin in hebt, wanneer je maar wil. Ja, super leuk. Dus nu hebben we nog eventjes mijn haar zonder clips. Oeh. Blafje op de achtergrond. Collega's verkouden. En dan gaan we nu de clips erin. Zelf kun je het heel makkelijk inzetten. Je maakt gewoon een scheiding met je vinger. Zo doe ik het nu ook. Echt niet super netjes. Netjes te gebeuren. Steek je de rest even omhoog. En belangrijk is dat je nu de clips bevestigt niet aan het haar wat je omhoog hebt gestoken. Niet hier, maar aan het haar wat los hangt. Dus vaak doe ik nog even een beetje ronddraaien. Zo. En dan klip je het dicht. Nou, weer een volgende laagje. Ik heb bij jou best wel wat clips. Bij jou heb ik er 6. En meestal is er 4 of 5 nodig. Nou, ze zitten erin. Ik ga je laten zien. Wow. Echt veel meer volume. Echt een verschil. Mooi, hè? Heel mooi. Die kleur ook, hè? Zie je wat dat
met dat grijzige wat we net dachten van oh donker, maar ik zie je meteen, nee let maar eens op. En nou valt zo mooi weg, hè? Het blendt heel mooi gewoon. Het blendt zo mooi en dan, daarmee krijg je juist diepte. Ja, en deze set kun je dus ook los per baan, kan je het in je haar doen, zeg maar. Dus afhankelijk van wat je nodig hebt, kunnen we het helemaal aanpassen. Ook met kleur of donker en licht of één of twee baantjes. Of ja, kan je zo aanpassen zoals je zelf wil. En ook zijn er verschillen qua lang en kort, hè? Ja. Dus je hebt of ja, langere inderdaad. Of kortere. Ja, ja, dit is nou de middelste lengte die jij hebt. We hebben nog eentje korter. Die zit net bij het BH-bandje. En dan is er nog één echt mega lang. Ja, dat komt tussen de fietsspaken, zeg ik. Nee, ik vind deze echt, deze vind ik echt al heel mooi lang. Ja, dit is eigenlijk deze maat wordt eigenlijk het meeste gedaan. Omdat daar kun je ook nog wisselen. Hè? Dus dan kun je het helemaal aanpassen. En als je wat echt kort haar hebt, dan heb je met de kortste lengte wel het meeste. Ja. Super leuk. Dankjewel. Ik ben super blij met mijn haren. Wat vind je van mama? Heel mooi. Echt mooi, hè? Ja. Nou, we hebben lekker een wijntje. Ja, cheers. Lekker, hè? Cheers. Haar heeft echt een stukje meer lengte en meer volume. Ik vind het dus heel erg leuk dat je ze ook gewoon nog kan uitklikken. Dus net als je er zin in hebt, kun je ze wat langer dragen. En ik vind het ook heel mooi om er dan zo'n slag in te dragen. En de kleur blendt heel mooi in. Wat vinden jullie van het eindresultaat? En we hebben binnenkort samen een hele leuke winactie voor jullie op de planning. Dus volg ons vooral allebei al eventjes op Instagram. @liekewiemans en @haarenzobybo. Ik zal de links wel heel eventjes in de beschrijving zetten. En ik heb eventjes mijn favoriete masker weer aangevuld. Want je kunt namelijk hier zelf een masker laten samenstellen. Wat helemaal op maat gemaakt is voor jouw haar. En als je die thuis gebruikt, krijg je echt een super fijne opfrisbeurt. En ja, voelt het gewoon weer helemaal net alsof je hier bent geweest. Dus dit is echt een aanrader. Mama, ben je blij met je haar? Ja. Dankjewel, Bo, weer voor alles. Ja, heel we zijn graag helemaal gedaan. Happy. En ja, tot de volgende keer. Sweet home. Ik ben weer lekker thuis. En ik heb echt een hele gezellige middag gehad met mama. We hebben lekker bijgekletst. En we zijn echt allebei super blij met onze haren. Ik ook heel erg blij met deze extensions. Ik bedoel, hoe gaaf zijn ze? En ik heb het er met Bo al over gehad dat ze misschien iemand van jullie ook blij gaan maken met extensions. En met nog heel veel andere leuke prijzen. Dus zoals ik al zei, volg ons allebei op Instagram. En dan blijf je zeker op de hoogte van de winactie. Want die wordt super groot, super gaaf. Helemaal leuk. En het lijkt me heel erg leuk als jullie allemaal meedoen. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie van mijn kleur vinden. En van de extensions. Ik ga die niet elke dag indoen. Maar gewoon als ik een leuke gelegenheid heb. Of in het weekend. Of een feestje. Of een leuke shoot. Dan vind ik dit wel echt mooi. Voor wat meer volume en wat extra lengte. Ik ben al eventjes naar de winkel geweest. En dit zijn de boodschappen die ik heb gedaan. We gaan vanavond lekker barbecue met onze ouders. Allebei super gezellig. Dus ik heb lekker stokbrood gehaald. Courgette. En champignons om een spiesje te maken. Tomaten. Ik kon nog ham met meloen gaan maken. Lekker mozzarella. Lekker verschillende vleesjes. Burgers. Biefspiesjes. Worstjes. Scampi-spiesjes. Allemaal super lekker. En lekker. Hey! Fijne boter. Die week heb je mij betrapt. Hoezo? Dan heb je het lekker meegenomen. Och. Dan heb ik er al lekker van gesmikkeld. Och. De eerste pepernoten van het jaar. Lekker karamel zeezout. Bananenbrood aan het maken. En dit vind ik altijd zo lekker uitzien als ik dan allemaal de lekkere toppings er heb ingedaan en zo die hele mix door elkaar roer. Ik heb nu een keertje amandelmix toegevoegd. Amandel-abrikozenmix. Er zitten ook kokoschipjes bij. En dan heb ik weer gewoon blauwe bessen en wat pure chocolade, wat ik altijd doe. Dus dit ziet er heerlijk uit. Ga ik zo meteen in de bakvorm doen. Dan gaat het in de oven voor 45 minuutjes. En dan heb ik weer bananenbrood voor de hele week. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en ik heb vandaag weer fijn gewerkt in groep 1-2 en nu is het lekker weekend. En ik kom thuis en er is echt een mega leuk pakketje binnengekomen. Dus die wil ik zo meteen heel eventjes met jullie unboxen en bekijken, want ik heb echt een super super leuke kortingscode voor jullie die ik graag met jullie wil delen. Dus als je dat leuk vindt, blijf zeker eventjes kijken. Ik heb me lekker even opgefrist, opgemaakt. Haar een beetje gekruld en een hele leuke outfit aan. Ik zal die zo meteen wel heel even laten zien
in de spiegel. Die is van Josh V. Wel al van een paar jaar geleden. Vorig jaar of het jaar daarvoor, ik weet niet meer precies. Maar nog steeds mega leuk. Met een lekker streepje erin. En ik heb eronder ook lovertjes van Josh V. Lekker vrolijk in de koraalkleur. En hier kun je de blouse trekken, hier kun je de rok strikken. Nog lekker zomers, want het is vandaag nog heel erg lekker weer. En nu is het tijd voor het pakketje. Het heeft alles te maken met een nieuwe telefoon. En ik heb hier mijn nieuwe telefoon. Oh my god, ik heb echt een superleuke samenwerking met Swappy. En Swappy verkoopt refurbished telefoons. En die telefoons zijn allemaal zorgvuldig gecheckt door specialisten. Dus dat is gewoon helemaal betrouwbaar. Je kunt ervoor kiezen als je je telefoon binnen hebt en het is toch niet wat je wil, dat je hem terugstuurt. En binnen 14 dagen krijg je dan gewoon je geld terug. En er zit ook 24 maanden garantie op de telefoon. En ja, het ziet er gewoon, ze zien er gewoon echt uit als nieuw. Er staat ook overal bij. Als nieuw, nieuw. Ja, gewoon in wat voor conditie de telefoon is. En het is natuurlijk echt een stuk goedkoper om je telefoon te bestellen via die website. En ook gewoon helemaal veilig. Nu gaan we die van mij unboxen. Ik heb al stiekem gespiekt. Maar ik wil het unboxmomentje nog even met jullie doen. Hier is je nieuwe telefoon. We gaan voor een iPhone 11 Pro Max. Echt, ik ben hier zo blij mee. Ik heb er al een hoesje op gedaan. Die kon je ook bij bestellen. Gewoon een simpel doorzichtig hoesje. Nou zie je de achterkant ook nog heel mooi. Ik ben gegaan voor de gouden variant. Die wilde ik zo graag. En de voorkant is dan gewoon zwart. Oh, wacht eventjes. Sorry, dat is mijn achtergrond. De voorkant is dan gewoon zwart bij de iPhone 11 Pro Max. Ik was heel erg aan het twijfelen of ik een zwart achterkantje ging nemen of goud. Maar goud past toch het meest bij mij. En ik heb 256 gigabyte opslag. Dan kan ik er lekker veel foto's mee maken. Ik heb de camera al eventjes gecheckt en de camera is echt super mooi. Je hebt ook zo'n groothoeklens dat je kan uitzoomen en foto's van ja, verder af, dichterbij kunt maken. Ja, ik ben er echt helemaal happy mee. En wil jij nou toevallig ook een telefoon bestellen, dan krijg je met de code WATLIKELOVES10 10 euro korting bij jouw aankoop op Swappy. Ik zal de link wel heel eventjes in de beschrijving zetten, dan kun je het heel eventjes checken. En als je vragen hebt, stel ze dan vooral. De levering ging echt super snel. Volgens mij was de telefoon binnen 2 dagen binnen. En je kunt ook alles volgen via de DHL tracking. Dus dan weet je ook waar je telefoon zich precies bij bevindt. Ik heb er trouwens voor gekozen om er meteen een glasplaatje op te zetten. Dus dat is ook een service die ze aanbieden. Dan is je telefoon gewoon meteen beschermd. Ja, hij ziet er gewoon heel erg mooi uit. En je krijgt er nog een kabeltje bij. En ik heb er ook nog oortjes bij besteld. Dus hij is gewoon echt helemaal compleet. Super blij mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dat heel eventjes te zien, deze unboxing. En ja, sowieso zul je mijn telefoon wel vaker voorbij zien komen in mijn vlogs. En als je de foto's ervan wil zien, check dan vooral eventjes mijn Instagram, Lieke Wiemans. Ook die link zal ik al eventjes in de beschrijving zetten. En bij een nieuwe telefoon horen natuurlijk ook nieuwe hoesjes. Dus ik heb bij Ideal of Sweden mijn favoriete hoesjes besteld. Allereerst deze panterprint, dat is echt mijn favoriet. Die had ik ook voor mijn andere telefoon en nu voor mijn nieuwe telefoon. Deze is echt super mooi. Het is een hele mooie hardcase. Ja, ik ben gewoon dol op panterprint, dus deze ga ik er denk ik als eerste om doen. En dan heb ik ook nog een hele mooie, ja, wat diepere paarsere kleur besteld. Beetje aubergine-achtig en deze is van de nieuwe collectie. Het is ook echt een hele mooie print. Kijk, dat is deze. Echt een hele leuke. En daarbij heb ik een matching fashion charger besteld. Heel erg fijn. Die kan ik gewoon lekker altijd meenemen. Als ik onderweg ben. En mijn telefoon moet heel eventjes opgeladen worden. Beetje zo'n marmer print is dit. Super mooi. En met onderstaande code krijg jij korting op jouw bestelling bij Ideal of Sweden. Ze hebben echt een super groot assortiment. En je kunt de code gewoon op alle items gebruiken. Dus check zeker heel eventjes de link in de beschrijving. Daar zal ik deze hoesjes linken. Maar er staan er nog zoveel meer online. Dus als je iets wil bestellen, zou ik het super leuk vinden als je mijn code gebruikt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Nu ga ik alles ready maken voor de barbecue. En dan kan het weekend beginnen. Mijn bananenbrood is klaar en ziet er echt super lekker uit. Ik ga het nu uit de vorm halen, want hij is al afgekoeld. Ik ga hem in de koelkast stoppen. Vanmorgen lekker eten. Met een mooie nieuwe haren. We komen lekker barbecuen. Dus mama gaat mij helpen met de voorbereiding. We gaan lekker spiesjes maken. En lekker
tomaat met mozzarella. Zin in. En mama heeft de bloemen weer even gerefreshed. Ah, zo mooi. Gezellig. Het is weer gezellig in huis. Oh, we zullen ze een flesje optrekken. Ja, is goed mama. Lekker spiesjes gemaakt. Lekker bizarre salade. Lekker caprese. Ham en meloen. Mmm, dit gezellig is. Welke wacht het? Wacht het deze? Ja, die wacht het. Morgen, hè? Oh nee, morgen. Ik zal wel even doen. Ja, mama kan het. Kijk op. Bang! Oh, dat is gewoon echt zo flauw. Ik ben er ook niet goed in. Wat dacht ik dan van jou? Die gezicht ook erbij. Hier dadelijk door het... Ja, door het afdak. Ik denk toch dat je moet zullen. Ja, voor een heel klein beetje, dat er een beetje druk is. Hij komt. Ja, oh, en die kant op, hè? Oh, ik ben blij dat ik hem afgegeven heb. Hé? Ik ben blij dat je mijn tennis gegeven hebt. Ja. Nou, duurt het een keer niet alleen zo lang bij mij. 1, 2. Vlog leuk, dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Zie je eens, Tom. We hebben super gezellig. Je staat zo. We hebben super gezellig. Nou, schat jij. Laat mij die vlog even afsluiten. En morgen gaan we een weekendje weg naar Ceylon. Heel erg veel zin in. En bij. En morgen gaan we een weekendje weg. En morgen gaan we een weekendje weg, ja. Naar de parking. Als avondeten hebben we het hamburger. En morgen gaan we een gezellig weekendje weg naar Zeeland. Heel erg veel zin in. En bij deze wil ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een gezellige vlog vonden. Vond je deze vlog leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Dik kus. Dat moet ik niet even doen zeggen. Sorry, we zijn heel erg melig. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!